een jaar weg, wat alles wat je lief is. Jongens, vandaag ga ik dus langs een jaar van je fucking leven. Vandaag ga ik dus langs kandidaten van een jaar van je leven. En het is eigenlijk een programma waarbij 40 mensen in een soort van loods werd gedropt. En die moeten spelletjes spelen. En uiteindelijk hebben ze dus één winnaar. En die kon een miljoen winnen. Alleen die miljoen is nu helemaal naar beneden gezakt al. Het heeft eigenlijk een beetje hetzelfde idee als Utopia. Soort iets. Maar dan zonder spelletjes. Was dat. En ik ben echt fucking fan. Ik was gewoon echt fan van Utopia. Big Brother. Eigenlijk van al dit soort televisieshows. Ik vind het echt lachen. Die drama. Dit is nog meer drama dan X on the Beach, Temptation Island. Alles bij elkaar, denk ik. Maar ik ga dus vandaag langs niemand minder dan Kim. En namelijk Jeffrey Den fucking hard, toch? Hij dacht dat hij ging winnen. Hij wist eigenlijk wel zeker dat hij ging winnen. Ook al had hij niet gewonnen, had hij alsnog gewonnen op een of andere manier. Tenminste, zo bracht hij het altijd. En ik heb natuurlijk een leuk cadeautje meegenomen. Namelijk van Jeffrey. Boterkaas en eieren. Zodat hij thuis nog even goed kan oefenen hoe het moet. En vergeet me natuurlijk allemaal niet te volgen op Instagram, TikTok, Snapchat. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Dus klik op dit poppetje hieronder. Jij mag zingen. Heb jij niet de sponsoring hier lopen? Nee, dat mag godverdomme zo. Met friet? Frietsaus? Wil je geen menu? Nee, schat, ik ga geen hamburger vlog friet voor die camera. En een chili chicken erbij. Ga je wel een hamburger eten? Ook een medium. Ja. Ook weer. Meneer, kent u hem niet? Kunnen we niet sponsoring krijgen? Kunnen we geen korting krijgen? Ja, dat wil ik niet. Oh. En een Big Mac en een Big Tasty. Kom ik er niet meer uit. Til ik hem omhoog. Ja, want Jeffrey kan alles, hè? Jeffrey, dat is fucking hard! Wat erg, hè? En ik zit vandaag in de auto met Jeffrey en met Kim. Hey! Jongens, eigenlijk, maar, ja, ik kijk een jaar van je leven echt bijna elke dag. Het is echt gewoon echt waar, ja? Ik zweer, ik heb elke dag gekeken. Ik heb geen aflevering gemist. Dat is toch erg? Zet je er maar in, hè? Ja. En nu, ja, zat ik er maar in. Ja, godverdomme. En nu heb ik jullie in de auto, want jullie zijn eigenlijk als koppel. Zijn jullie er een soort van, nee, zijn niet samen uitgegaan. Nee. Kim, jij was als eerste uitgegaan. Helaas door echt een kutreden. Door, of nou, kutreden, gewoon, ja, eigenlijk wel een mooie reden ook wel. Ja, zo wil je gewoon er niet uit. Nee, maar zo wil je ook niet uit. Hoe gaat het nu met jou? In principe. Ja, eigenlijk super goed eigenlijk. Ja? Ja, ik ben super blij dat ik eigenlijk weer bij mijn moeder en mijn zusje ben. Ja. En natuurlijk dat Jeffrey nu thuis is. Ja. En ja, ik had dit niet willen missen ook. Nee, ja, we hebben een super mooi afscheid gehad. Heb jij ijs? Ja. Ik heb ook ijs, maar ik weet niet of dit ijs is. Cola. Ik heb cola, wacht. Ja, wacht, ik had hier niet zitten, heb ik wel aan gelikt. Ik was meer aan het gokken. Nee, oh. Wat bluffen weer, bluffen. Ja, ik heb nu cola. Hé, hey, want Kim, jouw vader die is dus overleden aan MS. Ja, en dat is gewoon fucking kut. Hoe ga je daar nu mee om, bijvoorbeeld? Nou, ik ben blij dat ik uit het programma ben gehaald, ja. Natuurlijk. Want, ja, want dit ik had dacht ik nooit eerst zonder mijn zusje dat je nog zou blijven, dacht ik. Ja, ja, maar kijk, je bent zo in een bubbel. Ik was helemaal niet bezig met thuis. Nee. En je ziet ook echt op de stream, de mensen die het hebben gekeken. Ja. Ik was op dat moment in de kas een brief aan het schrijven. En op die brief, die hebben wij zelfs nog meegenomen, stond in: ik heb nog geen zwarte brief gekregen, dus dat betekent veel goeds. Ik zet die punt en op dat moment komt Roepie. Alsof het zo moest zijn. Ja, ik denk dat het universum me toch een beetje heeft voorbereid. En toen op dat moment kwam Roepie en die zei: Kim, die is voor jou. Toen dacht ik, ja, ja shit. Toen dacht ik natuurlijk, het eerst aan mijn vader. Ja. Maar ja, je bent zo in een bubbel. Kijk, ik had Jeff natuurlijk ook daar. Oh. En ik was al best wel dicht bij de finale. Ik had er toch al 7 maanden op zitten. Ja. Ja, en dan komt opeens die brief en denk je, ja, in hoeverre, hoe slecht gaat het, weet je wel? Ja, ik zeg, ja, dus ging ze kunnen alles zeggen wat met ze hè? Willen. Zeg maar het programma, maar ik wil wel eerst hun aankijken en ik wil zien of het, ja, is het nu echt dan zover? Want hij heeft al vaker op dat punt gestaan. Oh, dus echt? Ik snap voor heel veel mensen dat het gewoon raar is van, maar waarom pak je niet meteen je spullen? Maar goed, zij kennen de hele situatie niet. Nee, want ik zeg eerlijk, ik wist ook helemaal niet dat dit speelde. Toen die brief kwam, toen pas wist iedereen van, het ging slecht met je vader. Ja, ik heb niemand wist het in het begin. Nee, ik heb de expres een beetje, stilgehouden. Ja, toen zag ik mijn zusje. Ik heb nog nooit zo iemand gehad die zo dicht bij mij is overleden. En er komt zoveel bij kijken. Dat had ik nooit in 24 uur kunnen en willen doen. Nee. Zeg maar, ik had echt, werd echt zo mooi afgesloten, zeg maar, samen met mijn zusje. En mijn tante natuurlijk. En hoe is het nu met je zusje ook? Ja, die heeft een super lieve vriend die er voor helpt. Nou, ik ben heel veel op de hoort geweest. Ik ben expres heel veel gaan werken, heel veel naar vrienden gegaan, heel veel afleiding gezocht. Want ik dacht, ik heb liefst dat ik lekker ga rouwen of zo, wanneer hij er is. Wanneer hij op programma is.
Maar toen kwam ineens een grote liefde uit het programma. Echt, want ik had eigenlijk niet verwacht dat jullie zo bij elkaar zouden zijn. Want nee, jij had ook een vriend. Nee, maar waarom niet? Ja, nee, ik had geen vriend, hè. Oh, een kwarrel. Wat? Nee, ik kende hem drie weken. Ja, nee, ja, ik dacht alleen maar, goh, ik moet hem toch iets laten weten. Het is gewoon niet netjes. Ja. Maar ja, hij heeft ook weer heel snel zijn eigen weg gevonden. Dat maakt het niet uit. Maar goed, ja, weet je, iedereen kiest een beetje eigen weg. En dat hebben we ook wel gezegd, weet je wel. We gaan het avontuur in. En komt er iets op pad, komt er iets op pad. Dus het was al best wel, zeg maar, heel erg neutraal. Ja, maar ja, dan... Ja, dan ontmoet je hem. Dan ontmoet je Jeffrey. Ja. En Jeffrey. Ja, we waren eerst gewoon beste maten, hè. Dat, ja, dat heb ik gezien. Ja, echt. Eerst maakte hij soms nog wel eens belachelijk. Ik dacht, god, botox. Nee, maar tegen beste maten zeg je alles. Ik moest huilen. Nee, toen ben ik er ook meteen achteraan gelopen. Ja, dat weet ik. Toen wist ik ook. Dit is wel, want tegen beste vrienden kan je alles zeggen. En, maar toen zag ik ook dat het iemand eruit loopt. Ben ik ook de eerste om meteen erachteraan te gaan. Zeg, joh, nou ga ik wel te ver. En, nee, we hadden meteen een klik. Maar kijk, Kim is natuurlijk ook een aanpakker, initiatief nemen. Ja, dat sowieso. En militair, hè? Ja, daarom. Ja, je bent er nog meer ballen in de broek dan ik, denk ik. Ja, nee, ja, ik heb meer vrouwelijke hormonen dan Kim. Kan ik je vertellen. Ik ben een man in de relatie, hè? Ja, ik ben ook de grote. Ja, echt. Want ik hield me daar wel heel groot. En alles was bluffen natuurlijk. Maar nee, dat... Kim is wel echt een man, zeg maar. En wat dacht je toen je ging opgeven dan? Voor het programma? Toen mijn kat was overleden. Ik had net mijn scriptie gedaan. En dat was tijdens mijn scriptie nog. Op de dag dat ik mijn scriptie haalde, hoorde ik dat ik erin ging. Mijn kat was overleden. Zo kwam dat die advertentie kwam voorbij. Ik denk, joh, ik heb geen reden meer om hier te zijn. Zodoende. Om gewoon even afleiding ook misschien. Ja, en het werd aangekondigd als de grootste gameshow. Nou, mijn grootste droom was Expeditie Robinson. Daar droom ik nog steeds. Nou, jongens, kijk eens als je kijkt. Ja. Wie weet. Ja, daar droom ik echt over altijd. Hey! Dat is niet nog ding. Loop je te knippen. Ja. En dus ik denk, nou ja, let's go for it. Een jaar, nou, dat doe ik wel even. Nou. Ja, dat denk ik. Ja, maar een jaar is lang, hoor. Ja. Dat je nu al zo lang kijkt naar dat programma, dat is echt gekkenwerk. En als je daar zit, ik denk dat je zo'n band met iedereen op. Nou ja, ik niet. Ja, ik zei dat kan misschien jij niet. Dus niet us. Nee, dat was ook tactiek, hè? Ja, was ook tactiek. Ja, was een tactiek van jou. Ja, ik heb alles. Ja, à la Conor McGregor. Maar heb je al dingen teruggekeken naar jezelf? Nog niet veel. De waterbak. Toen de dag dat ik thuis kwam, hebben we met z'n allen de waterbak teruggekeken. Toen ging jij hem heel goed supported. Ja. Ja, maar dat wilde ik zien, want niet eens voor mezelf, maar hoe Kim achter die bak stond, jongen. Ja, ik kreeg weer kippenvel. Echt, dat was niet normaal. Dat was toch wel schattig om zulke dingen weer terug te zien. Ja, dat was echt... En we hebben samen de eerste aflevering, aflevering teruggekeken, want Kim kwam als 39ste binnen. Ja. Maar ik heb de waterbak gehaald. Ja. En, ik had 3 uur geslapen, 2 minuten aan. Plus in 1 som, ik zat echt... Kwam jij van een after of zo dan? Ja, ik had uiteindelijk van Kim feestje al feest. Oh nee! Bij mij al in de achtertuin. Oh, had jij een feestje in de achtertuin, doe dan ging je door. Ja, 3 uur, 2,5 uur geslapen. Kim, ik ga stuk om jou. En ik zei nog zo op dat feest, jongens, niet getrouwd, als er rekenvragen zijn, kom ik zo weer naar huis. Bam, eerste ding, rekenvragen. Oh nee. Want als Kim dat niet had gehaald en ik de waterbak niet, hadden we hier nu niet zo gezeten. Nee, besef. Want je hebt een relatie uiteindelijk daarover gehad. Want jij woont hier in Hoofddorp. Ja. En jij woont in Arnhem, toch? Ja, Els. Of in de buurt. Oh, hoe ver is dat rij ongeveer tussen jullie? 1,5 uur. Ja, maar dat maakt... Valt het wel te combineren? Voor Kim... Oh, jij bent wel helemaal verliefd, hoor. Ja, ik ben nog wel verliefd. Voor Kim die zo naar Amerika. Zou die naar Amerika rijden voor jou? Ja. Maar jij wordt op jezelf? Ja. Ja. Een beetje een vakantieachtig iets of niet? Ja, heel landelijk. Oh, wat grappig, want ik zag het wel eens op jullie Insta dat jullie dan liepen en dacht, oh mijn god. Ja, cool. Hierna kun je gewoon met ons mee, hoor. Oh, oké! En wij staat koud, hoor. Wij staat koud, dan moet ik een wijntje doen. Of course. Hey, heb je bijvoorbeeld ook wel eens je uitbarstingen gezien, Jeffrey, of niet? Nee, ik heb nog niks gezien, maar weet je... Toen dacht ik wel, Jeffrey, wat ben je voor begon? Ja, is het zo? Ja, dacht ik wel. Maar... Ik hoor vaker, want die paar keer nu op straat ook van, ben je echt zo? Of, ja, ik snap wel dat mensen dat duurt het 5 minuten en dan zegt ze, nou, je bent echt een hele... Ja, dat denk ik ook wel. En het is ook tv, toch? Dus dan filmen ze dat juist, denk ik. Het was mijn tactiek om gewoon... Je hebt te maken met die 39 deelnemers. Ja. En na de eerste eliminatie meteen dat we binnenkwamen, nog 38. Ik heb alleen maar te maken met hun. Zij moeten geloven dat ik alles kan.
Snap je? Dus ja. Ik heb dat continu herhaald. Ik kan alles. Ja, ik ben Jeffrey de Hartog. Ja. Ik ben fucking Jeffrey de Hartog. Maar het is toch eigenlijk vreselijk. Soms liep ik ook wel eens, oh wat zullen mijn ouders wel niet denken. Maar die ja? hebben achteraf echt wel om gelachen hoor. En jij dan? Wat dacht jij dan? Dus dat ja, zij vond het niks. Jij dacht ook wat? Maar wij lagen ook s'avonds stiekem in bed van en morgen ga ik dit en dit doen. En dan zei ze ook wel eens, Jezus, kan je dat spel niet een keer loslaten? Ja, dat is normaal. Ja, ja, ja. Ja. Eindelijk een keer gezellig, jongen. Kwam die weer en dan... Maar hier gebeurt dat niet. Hier doen jullie gewoon, ja, ben gewoon... Ja, ik weet het ja, ja. niet, want ik... Ja, ja, je, ik ja. anders. Het je gewoon... moet het even ervaren, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Nee, ik heb gewoon alle lieve en zorgzame aspecten heb ik gewoon weggedaan. Ja. En tuurlijk, Kim ging naar huis. Toen viel wel een beetje mijn rol en masker al. Ja. Toen zat ik al echt al... Echt met mezelf en als mens. Ja. Maar ja, dan zette je soms wat in gang en twee uur later dacht je, joh, ik heb geen zin, wat doe ik hier? Dat wel, maar op een gegeven moment verveel je denk ik toch ook daar, of niet? Nou, nee, wij niet zo. Oh. Nee. En met wie heb je dan nog meer contact, Kim? Het meeste? Ja, Gary wel, die is dezelfde reden als mij daaruit gaan natuurlijk. Ja. Ja, Martin en Max spreken we af en toe wel. Want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld ook mensen, dan hoor je achteraf nu dat er mensen dingen over jullie hebben gezegd. Wajo! Zo, ik word helemaal lijp. Ik heb daar nog bericht van een Mac, want ik dacht echt, luister, ik moet eigenlijk gewoon helemaal tyfus eens gelden. Oh. Die man daar over jou, heb je dat gehoord? Ja. Ik heb puistenbek en pukkels. Ja, ja, ik hoop dat ik de pukkels uit de kop kan trekken ja, of zo. Wajo! Maar wat dacht je dat dan? Wajo, ja. Luister, ja, ik vind het heel frappant dat iemand met zo'n lelijke rotkop nog altijd heeft te zeggen over. Ja, dat ja, is toch echt apart. Ik vond het ook erg. En daarna vervolgens gaan deuken bij Jeffrey. Ik vind het echt heel erg om zo over mensen te praten, maar goh, wat zij allemaal heeft uitgegaan. Ja, ze heeft hele erge dingen gezegd. Jezus. En het erg was ook, jouw familie had het dus op jouw verhaal gezet op Instagram. Ik was helemaal in shock ook. Ja, Mike ook. Mike ja, en Evie ja, van Tempa. Ja, die had daar nog bericht van, nee hoor, Mike heeft haar nog op een festival aangesproken. Echt? En toen, wat zei ze? Ja, de vriendin nam het voorop, want ze stond met een bek vol tanden. Och, schaap. Want ik had er nog wel bericht voor gemerkt, want ik wou gewoon weten van wat de fuck bezielt jou om zo tekeerd te gaan over jou, totdat jij letterlijk niks verkeerd deed. Dat is toch raar? Ik vind het sowieso raar. Ja, maar dat is geen spel meer, lijkt mij, toch? Nee, dat is gewoon echt vieze rollen. Nee, maar ja, nee, dat is gewoon zielig, kapot maken. Voor die moeder ja. en zo, en voor die ex, volgens mij. Want luister, zij ging natuurlijk neuken met Jasper. En ze had gewoon een vriend thuis zitten, en daarom was ze dik gezeik, daarom is ze naar huis. Op oh, weet je trouwens, nou. Laatst gingen we naar de supermarkt. Of waar gingen we? Stonden we in de Ethos? Ja, we waren bij de Ethos. Even, ik heb de Ethos natuurlijk ook gepromoot. Een half jaar of zoiets. Ja. Drie keer adem stonden we. Ik zeg, mevrouw, zei die, mevrouw, weet u waar daar en dat ligt? Ze zei, ja, is goed. Ging ze hem pakken. Ze zei, jullie zijn van een jaar van je leeftijd. Dus wij zo, ja. Ja, Wanda heeft hij altijd gewerkt, was dat nee, niet? Ja, wat zei je dan? Wat had je gedaan? Dat heb je gescheten in die zaak. Nee. Ik zei, hoe dan? Hoe toevallig? Ik zeg, nou, wat hebben jullie toch geluk met zo'n Wanda in het team? Wat erg, joh. Oh mijn god. Nou, dat was heel toevallig. Ja, dat is wel vond fijn precies toevallig. In die Ethos. Hé, hey, en Jeffrey, jij werd eigenlijk uitgestemd. Of nou ja, je beste maatjes hadden een beetje op jou gestemd ook. Ja, maar ze wilden natuurlijk al... Nee, die hadden op elkaar gestemd. Ja, maar dat die, is toch ook triest? Ja, kijk, ze wilden al maanden op mij eens, maar... ja, ze durfde niet. Omdat ik natuurlijk altijd zei, ik kan alles. Ja, dan durfde ze niet. Maar was dat ook de tactiek dan? Ja. Ik hoop dat ze nu beginnen stemmen. Ja, een beetje net zoals de corner. En dan ook wel, je moet wel daad bij het woord voegen. Dus ook bij de verdienopdrachten gewoon echt even... Laat zien dat je alles kan. Ja, dat... Ja. Kijk, maar het is... We moeten niet overdrijven. Ik kan helemaal niks, weet je. Ja. Maar je zei dat dus gewoon. Maar dat is wel goed dat je dat... Ja, dat is gewoon tactiek. Als ik nu terugdenk, denk ik wel van... Ja, want dan durf ze niet op je te stemmen. Precies, ja. En dan ook gewoon heel erg. Want heel veel durft het ook niet. Eerlijk, heel veel durft het ook niet. En gewoon uitlichten van, zie je, ik heb weer het meeste verdiend. En dit en dat. Ik heb helemaal geen talent. Het was een soort een toneelstuk. Ja, het was gewoon tactiek. Oh, want nou, dat valt wel weer een beetje op. Ja, dat wel. En dan word je eruit gestemd door fucking boterkaas en eieren. Ja. Maar ik heb wel iets voor je meegenomen. Ja. Ik heb voor jou boterkaas en eieren meegenomen, zodat als jij ooit nog mee gaat doen met je mama, kan je thuis oefenen. Ja, maar dit, ja, ik hou hiervan, van die zelfspot. Ja, ik vind het helemaal leuk. Het erge was nog, ik wou eerst de kop van, hoe heet ze erop plakken, hoe heet dat mokkel? Sascha! Maar dan moest ik gewoon dan weg. Ja, nee, maar echt keihard. Nou, dat vind ik wel echt leuk. Ja, dat vind ik echt leuk. Hé, en Sascha bijvoorbeeld, want jullie kijken dus zeg maar niet, jullie hebben nog niks gezien, hè? Eigenlijk. Nee, niet veel. Maar heb je ook niet, hoe Sascha daar niet loopt? Nou, anders als op televisie. Zij is helemaal gek op tv. Ik vergis je dat ik weet alles, hè? Ja. Ja, je woont daar.
Ja, dat is waar, maar... En ik zit echt wel in hoekjes te luisteren. Ook tegen Bern, hoe ze tegen Bern doet. Ja, ja. Dat is niet goed hoor, nee. Dat is echt niet gezond. De ene keer doet ze dit, de andere keer is ze helemaal... Ja, wat ben je nou mee bezig? En blijft. Zij is echt... Ja. Ze is echt heel gek, vind en ik. En Bern zegt allemaal... Ja, snap ik. En dat is toch raar? Ik hoorde ook een keer van mijn vader dat hij had gezegd van... Mijn rugzakje zit nu... pittig vol. En toen was hij echt kwaad. Ja, maar dit is toch bizar. Maar jij hebt ook niet zo. Maar ik heb echt Sasha echt zo anders in de loods ervaren dan dat ze... Dat ze op tv uitkomt? Ja. Dat is niet normaal, hè? Zo anders. Maar in het echt was ze lief of zo. Nou ja, ik vond hem... Ja, maar, normaal, ja, okay, maar kijk, ja. Ik was denk ik best wel naïef, zeg maar. Het erge is, ze doet het zeg maar, alleen naar hem, naar de Jasper. Doet ze echt hele vieze dingen, hè? Gewoon vies praten en zo. Echt waar, ja? Zie je dat niet? Ja, je hebt hem niet gezien. Je moet eens zien. Dan zegt ze bijvoorbeeld, waar denk je nou dat je mee bezig bent dan? En als hij een boek leest, dan gaat hij iedere keer storen. Ja, en wil je ruzie? Het zit mij tot hier. Het is echt erg. Je moet echt een keer gaan kijken. Maar misschien is het wel expres of zo. Heeft ze niet meer een relatie? Ik weet niet. Haar weet ook niet. Ja. Maar ik, dat, van haar had ik dat echt niet verwacht. Nee, want echt, ik hou juist van mensen die ergens zeggen waar het op staat. Ja, maar ze doet een beetje... Dat doet ze wel, maar ook echt heel erg achter je rug om. Ja, net, dan denk ik, zeg het gewoon. Ja, maar echt, maar heel erg. Want ik dacht echt wel dat ik gewoon best wel goed vibe met haar. Ja. Toen heb ik dus een stukje gezien dat ze helemaal tekeer ging tegen Bern. Omdat Bern mij leuk vond. Of gewoon, weet je wel, aardig vond. Ja, maar dat snap toen ik werd, werd ze helemaal boos. Bern, ik snap niet waarom je die... Dat oh ja, ja, dat heb ik ook gezien. Wow, dan denk ik bij mezelf, what the fuck. Ja. Of toen ging laatst naar bed. Liep jij in bed en toen... toen deed ik zo lekker slapen, weet je wel. En ik doe de deur dicht. Net bij. Ik stond echt niet bij jij naar zien. Dan denk ik, oh. Ik ben echt naïef. Ik denk ook dat je eigenlijk niet alles moet terugkijken. Ik denk dat je dan helemaal foxwild wordt. Ik ben echt naïef. Ik word niet zo snel genoemd. Ik heb jou gewoon een spel gespeeld en ja... Weet je, kijk, je mag alles tegen mij zeggen. Ja. Alleen, ja, mijn oude, de achterban denk ik van ons beiden, hebben er meer problemen mee gehad dan wij zelf. Weet je, kijk, ja, ik weet ook wel dat we wat aan het uitlokken zijn en alleen ik doe het aan het publiek. Ja. En dan zie je ze zo pap die kamertjes ingaan, de kas ingaan buiten en dan weet je al hebbes. Ja, dan gaan we beginnen. Ja, dan weet je al hebbes. Ja, tuurlijk. Maar wat, hey jongens, ik heb ook een spel meegenomen. Ze liggen bij jullie achterin. Kim, je mag ze erbij pakken. Ik had ze al gezien. Oh, dat had je in je handen. Even kijken. Hey. Kijk je die foto van jou? Heb je die nog helemaal niet gezien? Heb je die even gefeest? Heb je stiekem? Nee. Dat niet? Nee, want die kwam toen... Nee, die heb nee! Zij kwam toen in de catfish, ik haal mijn puist wel weg. Hey, maar deze is gewoon door hun gemaakt. Haar poster kwam toen en toen was die managersverkiezing. Oh. En toen zaten we voor de speeches en dan zou iedereen verkiesbaar zijn. Toen kreeg iedereen zijn poster, want dan hadden we ook weer een streek uitgehaald. Ja. Zeg maar dat iedereen verkiesbaar was. En toen, eigenlijk een half uur later, want ik stond nog na te discussiëren, toen kwam de brief van Kim. Dus, ja, och, ellende man. Ja. Hey, want Kim... ik heb ook nooit kunnen zeggen hoe trots ik op haar was, hoe goed ze de speech deed. Oh, ja. Zeg maar even hier, nu. Ja, heel trots op jou. Ja. Oh, want die acne, heb je daar zelf nog veel last van of niet? Ja, ik ben op dit moment wel gewoon bezig met de kuur. Ik heb welke heb je acne al? Maar ik heb die gehad. Ja, ik heb die gehad. En bij mij is het heel mooi geworden. Ik heb helemaal geen last meer. Ja, als het goed is, gaat het gewoon helemaal weg. Heb jij het ook gehad? Ja, ik heb het ook gehad. Zelfs mijn littekens. Ja, je zou het niet meer zeggen dat ik het heb. Nee, zeker. Maar heb je dat nu, die kuur? Ja. Oh, dus je hebt helemaal droge lippen en zo krijg je straks. Hoe lang ben jij bezig geweest? Ik ben ook echt, ja, wel lang hoor. Ik denk wel half jaar, misschien wel langer. Ja, ik zit nu ook wel. En op een gegeven moment word ik heb er echt heel lang mee gelopen. Echt heel lang. Ik vergeet ook nooit meer dat ik ooit een keer in de stad was. En dat verhaal vertel ik altijd. Dus shout-out naar die guy die dat heeft gezegd. Maar dat was dus een guy. En die kwam dus naar mij toe. En die zei, hey, ben je al een keertje op de maan geweest? Dus ik, ja, vet vrolijk natuurlijk, want je kent me. Ik zei, ah, ja, weet je. Ja, ik heb een neef die altijd naar de maan vliegt, weet je wel. Je bent gewoon iets aan verzinnen, toch? Ja. En die zei die, och ja. Ja, dat zie ik. Je hebt al mijn kraten in je gezicht. Zei dit echt tegen jou? Het zag ik... Wat? Maar werd je niet lijp? Heb je niet geslagen of zo? Nee, want ik was helemaal verbijsterd. Ja, dat zou ik ook. Oh joh, maar waarom zou je dat zeggen? Dan ben je toch, ik vind het gewoon pesten. Dag, iemand, oké, pukkels. Je kan er niks aan doen. Het nee, maar ja, het maakt me ook niet uit. Want mijn ego is zo groot dat het me niet interesseert wat iemand tegen me zegt. Nee. Behalve toen dacht ik, oh, je bent zo iemand random die hier in de stad komt. En toen waren we dus bij een after, diezelfde dag. En toen kwamen we dus binnen met onze groep met meiden, weet je wel. Ja. En ik zag hem nu zitten, dus ik draai hoppakee meteen om. Dus hun zeggen, ja, waarom gaan jullie? Ik zeg, ja, deze guy. Ik zeg, die hoef ik gewoon niet hier te hebben. Dus ik zei, ja,
of hij eruit, of wij gaan eruit. Ja. Nou, toen ging hij eruit. Echt? Oh. Dus dat was mooi. Toen kon hij bezuren. Toen zei hij, ja, maar sorry, maar dat bedoelde ik helemaal niet zo. Maar kijk, weet je wat het is? Ik weet wel zeker dat je me nu nooit meer vergeet. Zeg nee. Nee, nooit meer. Ik ga je nooit meer vergeten. Nooit meer. Dus als je deze positief kijkt. Dus als jij dan, fuck you. Echt, hè? Ja, en dan van Wanda. Ja, eerlijk, ik vond dat wel echt erg. Ja, ik vond dat echt erg. Dan een beetje, ja, ik heb mijn ego, maar ik vond dat, ja, ik vind dat wel ja, erg. Dat was, dat ja, maar dat was ook echt heel erg. Ik dacht echt van, hoe de fuck kun je zo praten? En ja. Het lijkt me toch ook, je weet gewoon dat je gefilmd wordt. Of, ja, ja. Of, ja, misschien denk je van soms. Ja, ik denk dat bepaalde mensen dat allemaal wel een beetje vergeten. Ja, ja, ik was heel erg bewust. Slecht. Ja, bezig met alles. Maar er zijn een paar die zijn niet meer daar. Zeg maar, die, ja. Ik kan niet echt weer met slecht woord over iemand praten of zo, want dan ben ik eigenlijk niet meer verwant. Heb ik geen goed woord. Kijk, wie heeft er het meeste contact met de andere bewoners nu? Kim, jij hebt wel de meeste contact. Ja. Ja. Dat wil hij helemaal niet. Nee, wil je dat niet? Nee, ja, ik ben daar gewoon, ik heb daar gewerkt. Gewerkt? Ja, ik heb het altijd gezien als werk. En werk en privé gescheiden. En, ja, ik vind het al heel bijzonder dat ik kinderen uit heb. Ja, dat is meer dan bijzonder, zeg maar. En ja, voor de rest, ja. Er zijn enkele. Ja. Heeft er de meeste de broek aan in de relatie? Ja, Kim ook. Ja? Maar uiteindelijk gebeurt er wat ik wil. Ja, uiteindelijk. Ik denk dat ik het eerste woord heb, maar het eindwoord heb jij. Wie heeft er moeite om de afleveringen terug te kijken? Ik heb geen moeite hoor. Nee, ik ook niet. Nee, maar gaan jullie nog terugkijken allemaal, alles? Uiteindelijk wel, maar voorlopig kan nu ook die koppen soms even niet zien. 24/7, 9 maanden lang. Even rust. Als we het doen, doen we het samen kijken. Ja, dus ja, nee, dan gaan we kijken. Nee, ik heb geen moeite met alles. Nee. Wie zou er eerder nu nog teruggaan in de loods? Ja, ik absoluut niet, dus ik moet wel. Ja? Zou je echt niet meer terug willen? Nee. Stel je voor zeggen van, nee, je kan nog winnen, alles. Nee, ja, het was het. Ik weet hoe doodongelukkig ik ben geweest. Ja, ja, echt, ja. En wat nou als jullie samen terug mogen? Ja, dan wel. Ja, dan is het anders, maar ja, ik was daar maar voor één ding en dat was winnen. Ja. En dat was in december al niet meer het belangrijkste voor mij. En wat zou je dan doen met het prijsgeld als je ging winnen? Voor Kim zorgen. Oh, we rijden weer terug naar die loods. Ja. Planken, move. We gaan weer. Ja, wat zou jij doen met het geld, Kim? Voor jij vriend zorgen. Ja, heel plezier. Gewoon voor ons een huis kopen. Ja, ik weet het, ja, alles. Leven. Zijn we nu een woonhuis of een koophuis? Nee, ik huur het nu nog. Oh, je huurt het nog. Ja. Oh, oké. Okay. En wonen jullie, gaan jullie al samen wonen? Ja, we hebben al wilde plannen. Ja, jullie hebben wilde plannen voor om te gaan samenwonen. Want kun je niet bij hem meer wonen? Woon je nog thuis? Nou, nee, praktisch woon ik al bijna bij hem. Ja, want ik zie jou heel vaak hier in Hoofddorp. Eigenlijk woont ze er al. Ja. En we gaan ook verbouwen en zo, dus dat komt wel goed. Dus ook met werk heeft ze daar, had ze daar. Oké. Okay. Dus dat wordt echt gaan we ook al meer hier. Oh mijn god, George, dus we gaan gewoon samenwonen binnenkort. Ja. We zijn eigenlijk al een beetje soort van eigenlijk samen. Al wel. En ja, we hebben altijd daar samen gewoond. 7 maanden. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel. Dus de stap is niet meer zo groot. Nee, en het is ook niet echt veel verschil meer. En ze zijn na dag 2 al van, eigenlijk zat twee ook in de auto, dat zei ze, je bent in het echt veel leuker. Zijn ze dat? Toen je terug was in Dat je hield hem natuurlijk op. Ik stond de hele tijd naast hem. Oh, wat ben ik toch knap. Oh, ik kan echt alles. Dat ik echt met mezelf dacht, ik weet gewoon wat mijn moeder en mijn zusje thuis denken. Kim, alsjeblieft. Als hij zichzelf zo goed vindt. Ja, ik zeg eerlijk, dat dacht ik dus ook. Dat klinkt wel stom, maar ik dacht van kut, hallo. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe je het echt bent. Nee, te maken met mensen die in dezelfde ruimte zitten. Ja. Shit, ze staan er. Ja, die moet je gek maken. Ja, dat is een heel even over de rug van je Kim. Gek maken, maar ik ga er ook een beetje vanuit. Kim, kom op, je weet wel beter. Wat zegt jouw familie dan nu bijvoorbeeld, als je bij me leren Nou, in het begin zei mijn moeder, ik mag hopen dat het vakantieliefde is, want ik kom niet aan. Ja. Maar ja, ik wist dat ze dat dachten, en mijn zusje wist ik dat ook, dat ze dat dachten, stiekem zeg maar. Maar ik wist ook dat als ze hem eenmaal hadden gezien, zeg maar, dat en echt gewoon gepraat, dat het wel snel bij je draaide. Maar dat is gelukkig wel gebeurd. Mijn opa en oma. Nee, dat is zoals het is. Daar heb ik bewust voor. Ja, dat is echt zo. Ja, mijn opa en oma, die hebben ook gewoon, die kijken heel vaak, weet je wel. Die kijken ook elke keer. En ook toen ik eruit was. En toen even later ging hij echt wel een beetje huilen en zo. Toen zei oma tegen mijn moeder. Ja. Oeh, hij is wel lief hoor, want hij heeft toch wel heel zwaar stiekem. Ja, en toen dacht mijn moeder, nou ja, misschien is dat toch wel nog wel een goede gast. Heb je nog een beetje iets van liefde in zich? Oh, wat leuk. Je zat in zo'n tweestrijd.
Ja, hey Lisa, wisten jullie trouwens dat die meid die scheerapparaat mee heeft? Weet je wat? Wow, nee, dat zijn zijn ouders. Madeleine. Madeleine had die scheerapparaat. Die heeft al een Maar wel gruwelijk. Ja, ik vind het keihard. Ja, maar zou ze dat echt... Hey, dit, we hebben echt 2 uur gezocht of zo. Ja, ik weet niet. We hebben nog hele nightshift zitten te bewaken en zo. Heb je dat gezien? Ja, dat ze dat hadden gepakt. Helemaal zo... We gingen helemaal nightshifts doen. Ja, dat heb ik ook gezien. Kijken wie hem terug kan brengen. Gedraaid. Want die opdrachten waren soms ook wel heftig, lijkt mij. Welke? Die 24 uur opdrachten en zo. Ja, soms dan zit je daar voor sauzen op een knop te drukken. En weet, ja, dan denk je ook, man, wat ben ik hier aan het doen? Maar toch, als je het met z'n allen doet, is het wel leuk, hoor. Dat lijkt als me je erop terugkijkt, heb je ook heel veel gelachen. Maar wie heeft de meeste bedpartners gehad? Oh. Ja, Kim, ben je wel een tijger geweest? Vroeger? Nee, ik ben echt geen tijger. Veel mensen dat denken dat, maar dat is echt niet zo. Nee. We kunnen zeker nog wel 2 handen tellen. Maar jij bent wel meer als hij. Als hij. Oh, ja. Maar nog steeds niet veel. Hey, en Jeffrey, wat ik ook nog wel zeggen, jij bent heel veel afgevallen. Je bent echt mager gewoon. Ik ben weer lekker aan het aankomen, hoor. Ja, vind je? Nou, sorry, maar op dit val ik echt niet. Oh, ja. Nee, er waren de coronacondo's. Het ziet er wel gekker uit daar. Oké, wie is het snelste dronken? Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, Kim. Ja, want jullie hadden bijvoorbeeld ook als op feestjes. Toen kwam bijvoorbeeld Wendy, die wou jou een soort van versieren liggen. Ja. Toen was je wel een beetje jaloers, toch, Kim? Jaloers? Ja. Echt erg dat je dat doet. Maar goed, het is Wendy. En Wendy, als ze een drankje op heeft, dan ja. Dan ik vind Wendy grappig, man. Ja, precies. Ja, maar je schrikt wel als je dat hoort van iemand. Ja. Dan denk je wel van, wat? Ja. Yes, ik maar snap ook niet dat iedereen daarin gelooft dat het kon gebeuren. Ik ben helemaal niet zo. Nee. Je brengt iemand naar bed, trekt de schoenen uit, lig je goed. Weet je, ja, je woont samen rustig. Doe even rustig met z'n allen. Nou, maak je een achteraf niet heel leuk grapje of zo. Nou en boeien. Ja, er was toch niks gebeurd, jongens. Ik ken mezelf. Wie zou er eerder iemand slaan op zijn bek? Of... Kim? Ja, zou je dat doen? Kim heeft losse handjes. Ja? Nou, losse handjes. alsof je elke dag mishandeld wordt. En ook met blauwe ogen. Nee, ik heb nog nooit iemand in mijn leven aangeraakt. Nee? Dus, nee. Want jij vond ook wel zo heftig toen jij werd aangeraakt door Isaac. Of was het Marciano? Marciano was het. Ja. Want daar was ook gele kaarten. Er zijn best wel veel gele kaarten uitgedeeld. En dan gingen er dan 10.000 euro van de pot. Ja, een ton. Klopt, een ton nu in totaal. Ja. Oh. Fuck, dat is toch niet normaal. Dat is hoeveel dat is. Ja, dit is ongelooflijk. Ja, maar een ton, hè? Heb jij ook wel eens een keer gele kaart gehad? Ja, toch, Kim? Nee. Oh, ik dacht jij ook. Ik dacht, nee. Oh, jij had ze wel verdiend. Jij dan? Maar, nee, ik ook niet. Ook niet, maar meestal als het was het ook wel een beetje door jou sommige. Ja, nee, kijk, ik zoek altijd hij zo de grens op. Stoken, heel erg zuiver. De grens op dat ik zelf niet een gele kaart had. Maar het andere mensen, ja, wat zul je ik zei echt zo, degene die zuigt op het einde. Ik weet niet of dat Ja, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb die TikTok wat als je niet hapt? Wat doe je met de vingers? Wij zien nu naar mij. Ja. en ik ben er nu klaar voor oorlog. Zou er eerder zichzelf opgeven voor Temptation? Ja, dat heb ik al gedaan. Ja, maar voor je samen als koppel? Nee. Ik weet heel goed hoe het daar gaat. Maar nee, wat dan, Kim? Nee, we hebben wel gewoon gezegd, we gaan nu, vanaf nu geen programma's meer. Nee, maar nu is het klaar. Nu is ja, maar hoe lang duurt Temptation? Ja. 3 weken maar. Ja, we hebben het 10 weken zonder elkaar gedaan ook. Ja, oké. Okay. Dus. Ja, dat kan wel. Ja. Nee, ik denk dat het vanaf nu wel klaar is met programma's. Het is mooi geweest. Wil je niet meer iets anders doen? De alleskunner. Ja, Expeditie Robinson. Expeditie Robinson. Dat is wel echt. Dat is een droom, hè? Ja. Dat denk ik voor iedereen. Met dat vooruitzicht ging ik hier ook in. Wat hij zei dan van Zoe? Want mag je Zoe nog wel? Ja, gewoon. Ik vond het echt niet leuk dat je tegen haar deed. Echt even pijn. Tegen Zoe? Ja, maar dat is toch een deel van het spel? Ja, dat is waar. Ik heb ook gewoon mijn favoriet. Ik ben echt voor Zoe of Moraima. Moraima is een tijger, joh. Dat zij wint. En wie op jij dat gaat winnen dan? Ik heb gewoon Isaac. Isaac, ja. Dat is voor jou. Die staat met Babette. Met Wendy. Met Babette. Ja, Wendy. Is dat ook spel. Kijk, Isaac speelt het spel en het gaat uiteindelijk om het spel. En er zit gewoon een enorm verschil tussen mens en spel. Ja. Deelnemer, zeg maar. Hè? Maar er zijn ook heel veel mensen die denken dat Isaac een mol is, hè? Dat kan niet, want anders ga je niet. Anders ga je niet naar die familie. Nee, maar dat slaat ook nergens op. Nee, maar dat gaat wel echt in die Facebook groep, hè? Ik zit in die groep en er gaan allerlei dingen geruchten rond van dat het... Maar dat doet hij dan toch? Hij doet dat dan toch ergens goed? Ergens is dat ook weer heel mooi. Ja, daarom, maar het kan niet. Het kan geen mol in zijn of zo. Nee, joh. Het zijn gewoon 40 deelnemers. Dat zou toch iedereen al weten? Stel je voor dat iemand erachter komt, wat dan? Ja, daarom, het is ook echt raar. En manager van de maand? Ja. Hoe was dat, om dat te doen? Ja, de beste maand ooit, denk ik. Maar kan je dan ook gewoon dingen bestellen allemaal?
Ja, alles. Gozer, heb je ook niet extra dingen besteld? Nee, ik heb geen extra dingen besteld. Ik heb wel, dingen besteld. Of niet? Zie Kim lachen. Nee. Nee, ja, ik heb geen extra dingen besteld. Ik heb wel gewoon besteld uit voor de groep. Ja. En af en toe dacht ik wel van, nou, verdient de groep dit flesje wijn? Nee. maar wel zouden we euro pils. Ik heb echt niks anders besteld. Ik heb wel een paar. Nee, maar dan dacht ik meer van, oh, er is toch genoeg wijn in huis. Ik doe wel een vijf een wijntje. Dat denk ik meer. Maar. Ja, maar dat is ook, want al die andere mensen die doen dat nu wel. Ja, maar dat is toch ook grappig. Dan kijk je naar beneden, zit iedereen in het water, denk je, fuck it, ik drink een wijntje. Ja, ik dat zou is ook dus een beetje doen. Nee, want jij bent geen manager van de maand geweest. Nee, ik zou dit maand dat ging. Dat is godverdomme. Anders was het geweest. En wat mis je het meeste als je nu terugkijkt? Ja, ik heb hem. Dus ja, ik mis hem niet. Nee, ik heb het ook nadat zij weg was, die 10 weken, elke seconde van de dag moeten vechten tegen mezelf, zeg maar. Ja? Ja, omdat, kijk, zij was er niet uitgestemd, hè? Nee, en bij je oom komt dat ze bijvoorbeeld met, met haar vader zat, ja, dus kut voor jou om daar nog te blijven zitten. Want eigenlijk liefst wil je je vriendin steunen, lijkt mij. Ja, je bent er voor elkaar in goede en in slechte tijden. En je voelt je heel erg waardeloos als mens als je daar zit. En je weet helemaal niks, hè? Je weet niks van de buitenwereld. Nee, lijkt me echt kut. Ja, dat was echt. En ik had het haar beloofd. En, had er geen teken afgesproken of zo van, goh, als het echt niet gaat, nee. Had ik eigenlijk moeten doen. Iets van vuurwerk of zo, maar ja, dat hebben we helemaal niet meer aan gedacht. Het gaat, dus we hadden nog een half uur en we zijn ook in het half uur, we hebben heel veel te zeggen, maar je weet niet wat je moet zeggen. Nee, het gaat echt zo snel. Kijk, en als ze was geëlimineerd, dan word je strijdvaardig. En nu, shit, ik brak. Mijn masker viel een beetje, mijn rol. Ja. Al meer en een hele, toen dacht ik al, ja, wat zit ik hier te doen? Dit is allemaal nep, weet je, dat is niet, voor mij is het niet meer het belangrijkste. Nee. En ik wil gewoon bij Kim zijn en ook gewoon met, weet je, zij kan zich heel goed groot houden, van nou, ik doe het wel even. Nou, ik dacht, goed. Je weet helemaal niet naar wat voor een situatie je toe gaat. Nee. Hè? Het kent elkaar als familie niet. Nee. Het is allemaal heel anders, denk ik. Ja, hoor. En sowieso, als je eigen vader... dat lijkt me ook heel heftig, ik zweer. Ja, dus ik dacht, joh, al ben ik er niet bij, als je maar bereikbaar bent. Als je maar eruit bent, dan kan je altijd bellen. En dan kan je ook gewoon helpen, vind ik altijd. Van, nu kon ik niks en ik wist niks. En was je ook niet bang dat ze bijvoorbeeld met de ander ging? Nee, dat geen seconde. Nee. Ja, dat zou ook nog kunnen, hè? Dat is heel gek, maar want jij hebt ook niet gedaan met Temptation. Als mijn leider. Ja, leidster. Ja, ik heb dat ook nooit gezien, nee. Nee, wisten mensen dat in de lood zit überhaupt wel? Ja, dus de mensen in de lood hadden het mij verteld. Oh, dat is wel joh, moet zij weten. daar heb ik er geen seconde aan gedacht. Het was gewoon, het is gewoon... Dat je mij me afkafferde. Oh, nee, maar ze hebben het allemaal wel geprobeerd hoor, in die 10 weken. En het is hun goed recht om me gek te maken, maar weet je, ik weet wel beter. En er waren bijvoorbeeld toch ook dingen van buiten, dat er dingen, tennisballen werden gegooid en zo, toch? Ja. Mensen gingen schreeuwen aan. Stel, ik rijd nu naar de weg. Wat gebeurt? Wordt dan gelijk weggehaald door beveiligers? Ja. Ze zijn nu wel strenger, ja. Ja, ze zijn nu heel streng. Ik wil eigenlijk En terecht. Ja, is logisch ook, maar... Ja, de finale is in zicht. Het gaat, gaat niet om een tientje. Wie denk je dat gaat winnen? Iedereen maakt kans. Iedereen maakt kans. Alle... Jij hoopt Isaac en jij hoopt... Wendy, Isaac. Ja, Wendy gun ik het ook zo. Ik vind Wendy nu een beetje zielig worden, man. Dat ze een beetje alleen wordt en zo. Ja, maar je moet het niet iemand gunnen omdat het zielig is. Ze werkt ook gewoon keihard daar. Ze is altijd bezig. En Jeanette ook heel veel, maar ja, spoilers. Jeanette is eruit! Ja, ik heb net gezien! Ja, die was ook elke dag bezig. Ik gun het gewoon iemand die niet alleen maar op de bank heeft gezeten. Nee, want er zitten er wat op. Sorry, maar ik vind dat die Erik er nu per direct uit moet. Ja? Nu. Nee. Gewoon. Jawel, vind ik wel. Nou, gaan we dat regelen. Wie dan wel? Wie zit er dan weer op de bank? Hij zit ook altijd op de bank. Ja. Ja, maar oké, goed. Erik is Wie dan? Ik vind Erik wel schattig. Schattig? Ja. Ik ben gewoon een beetje goor. Toen ik wegging, zei hij, Kim is gewoon mijn zus. Maar wie zit er weer op de bank dan altijd? Kim? Of Kim? Nou ja, toen de tijd, maar ja, we waren eerst met 39. Maar Jan Willem en zo. Genoeg. Ik vind echt een paar gekkies hoor. Jullie vind ik ook gek. Ja, maar sommige mensen zijn ook bezig met niks. Ze hebben ze wel echt uitgekozen. Ja. Ze zijn wel echt totaal. Nou, jullie hebben ook gewoon met hun gewoond. Weet je wat is dat? Zij ook zou misschien moeten wonen met hun. Dan zou ik misschien ook denken van, oh, maar ik kijk tv. Ik zie alleen maar een beeld van iemand. Wat ik denk van, oh. Ja, maar er is heel veel verschil tussen de livestream en de aflevering. Nee, ik kijk de livestreams dus niet. Er zit echt heel veel verschil tussen. Ja? Ik kijk dat niet. Maar ja, ik denk, als ik dan ook nog dat moet kijken, ik elke dag kijk al een half uur naar. En dan ook de livestream. Nou jongens, ik wil jullie alsnog bedanken. Ja, sowieso. Een beetje gezellig. Hartstikke gezellig. Ja, ik wel. Jullie moeten het allemaal gaan volgen. Ik ook. Instagram, TikTok. Jullie hebben TikTok en nu? Ja, we moeten eraan geloven. Dus volg ze allemaal op TikTok. En ik sowieso, ik wil dat jullie allemaal gaan abonneren op Niks Kanaal. Hey! Nu. Tot de volgende keer. Doeg. Doei.